Pronto Wonen. Lekker snel genieten van uw nieuwe meubelen. U vindt Pronto Wonen in Terborg en in Zutphen. Geen goed gevoel natuurlijk. Hier hoef je geen punten te laten liggen. Dat is na de verlies tegen Jong AZ, gelijkspel tegen Go Ahead Eagles, 7 punten in iets meer dan een week. Ja, het zit nu tegen, zeker. Ik kan wel spreken van een dip. En ja, dit is gewoon heel erg slecht. Waar ging het vandaag voor jullie mis dan? Waar ging het mis? Ja, op zich, de eerste helft was niet per se goed, maar ook niet slecht. 0-0. De tweede helft beginnen we eigenlijk best goed. Ja, vervolgens ook weer hoe makkelijk we ballen verspelen. Ja, dat is veel te simpel. En dan is elke tegenstander goed. Je bent zelf belangrijk bij de tweede doelpunt. Wat gebeurde daar in jouw ogen? Ik zag Jeremy de hoek ingaan. Ik weet dat hij heel veel ziet op het veld, dus ik maak die loopactie. Ik geef die bal perfect mee, juist snelheid. Ik heb eigenlijk niet eens gekeken, ik verleng hem. Ik weet dat Ralf daar staat en hij staat daar. Dan sta je 2-0 voor, mag je het eigenlijk nooit meer weggeven. Wat gebeurt er dan? Ja, weet ik niet. Dat is moeilijk. Ik denk dat een soort laksheid erin sluipt. En dat we allemaal iets makkelijker worden. En ja, dan kan die goal zomaar vallen. Wat moet je dan de komende wedstrijden doen om dat niet meer te laten gebeuren? Ja, dat is ook moeilijk te zeggen. Ik denk dat het probleem vooral zit in het rustig blijven. Bij een voorsprong, uit. Gewoon rustig aan de bal. We geven de bal al veel te makkelijk weg. Het is veel te zwak allemaal. En ja, op die manier wat ik net zei, dan is iedereen goed. En dan geef je elke tegenstander de mogelijkheid om aan te vallen. Ja, dat zie je vandaag ook weer. Vervolgens komt Van Heertum erin. Ga jij als een soort rechtsbuiten spelen? Ligt jou dat wel? Ja, kan dat wel. Ook met het oog op de voorsprong behouden. Dat ik wat makkelijker met mijn man meeloop dan een buitenspeler. En verdedig mijn werk doe. Maar ja, dat is gewoon prima. Dan voor jou persoonlijk. Je hebt een contract, eenzijdige optie voor de Graafschap. Waar ligt jouw toekomst? Ja, daar ga ik het nu niet over hebben. Ik heb nog een optie wat je zegt. Ik heb sowieso nog tot eind seizoen, dus ja, dat gaan we allemaal zien. Wat moeten jullie doen in de aankomende weken om uit die dip te komen, zoals je zelf zegt? Ja, de koppen bij elkaar steken en het er goed over hebben, want dit kan natuurlijk niet. Het moet mentaal gewoon sterker worden en allemaal wat meer vuur, wat meer pit. En ja, op deze manier wordt het heel moeilijk, ook voor promotie. Dus we moeten echt bij onszelf te raden gaan.